goed, het zit er bijna weer op, Erik. Lowlands 2017, bijna ten einde. Nog een paar acts te gaan. We begonnen dit festival afgelopen donderdag. Je werd meteen door mensen op de schouders genomen. Ja. Omdat er een nieuw terrein is. Ja. Omdat er allerlei dingen veranderd zijn, mensen zijn enthousiast. Hoe hebben jullie het zelf ervaren? Die grote ingrepen, een heel nieuw Lowlands. Nou ja, ik was er nogal zenuwachtig over hoe de dingen zouden vallen. En ik heb gezien dat het goed is. Hè? Die Armadillo... Die paalt uit, s'nachts. Ja, 24 uur is heel gezellig. Stunt, ja, ja. Ja, dat is de vier. En dan ook op dat moment is het nog niet het 24 uur gebied, maar ik wil hem graag de Armadillo noemen. Je ziet gewoon dat men het gevonden heeft. Je ziet ook die routes, die nieuwe routes die over het terrein lopen, ja. dat die gevonden zijn. Af en toe zeggen mensen tegen me, ja, ik kan niks meer vinden. Nou, dat wil je toch, vernieuwen. En de Alfa en de Bravo, ik vind ze beide boven verwachting eigenlijk hoe ze functioneren. Alfa heeft nog betere zichtlijnen dan ik gehoopt had. Ja. Je kunt bijna bij het water, of zelfs aan de overkant van het water, kun je nog goed kijken. Ik vind dat het podium iets hoger moet. Van de zijkant deden ze het gewoon eigenlijk zoals ik het verwacht had, maar achter dat er zoveel mensen het goed kunnen zien, was voor mij wel een verrassingje. De Bravo, ja, ik vind hem gewoon heel sfeervol als je binnen bent. Hij is gewoon... Ik viel me op dat artiesten ook meteen opvallen dat er iets is met die tent, dat die nieuw is. Ik zag twee omschrijvingen van artiesten. Eén iemand zei, het is een Matrix Rave Cave. Midland was dat volgens mij. En er was ook een artiest vandaag, ik weet niet meer wie, Billy Talent of zo, die noemde het een Garbage Bag Church. Oké, okay. Ja. Toch die eerste maar, denk ik. Ja. Nou, kijk, ik zag een optreden op televisie van een VPRO-uitzending, een klein stukje in de Bravo opgenomen. En het is inderdaad, je ziet wel dat het een kathedraal is, yeah. Maar omdat het allemaal zwart is en niet zo heel strak staat zoals mijn tent vroeger, de garbage, hoe zei je dat? Garbage bag church. Ja, ik vind het ook wel een goeie eigenlijk. We hebben de afgelopen jaren natuurlijk, was het wat moeilijker om Lowlands uit te verkopen. Nu, dit jaar gaat het weer heel goed. Heeft het je op de een of andere manier toch ook wel een beetje geprikkeld dat mensen zeiden, ja, Lowlands boet een beetje aan kracht in, om de boel echt even op de scherp te zetten? Nou, onwillekeurig gebeurt dat zeker. Maar goed, 2 jaar geleden waren er minder bezoekers. Ja. Het jaar daarna waren er alweer meer. Ja, toen waren we al bijna uitverkocht. Dus die lijn die omhoog die zat er wel alweer in. Maar ik denk zo'n grote verandering zoals er nu plaats heeft gevonden, om dat op het 25-jarig bestaan te noemen als een soort startschot voor de komende 10 jaar. Dat is zeker goed geweest. En natuurlijk heeft dat ook wel te maken met, ja jongens, we moeten de boel weer spannend houden. Yeah. We zijn natuurlijk in 1993 begonnen en toen hadden wij het nieuwe concept. En inmiddels zie je overal diezelfde tenten en zie je overal diezelfde bouwsels van gaat het overal om experience ook? Ja. Wat mij opviel. En ik denk dat we hiermee ons wel weer heel onderscheiden van andere festivals. Yeah. Want dit soort tenten die zie je dus nergens. Maar wat mij nog meer opviel dan die tenten, want oké, die zijn inderdaad heel opvallend. Wat mij nog meer opviel is dat het erop lijkt dat jullie die beleving die mensen echt bij Lowlands hebben, dat het echt een plek is waar alles mag en waar je één weekend helemaal uit je dak kunt gaan. Dat jullie die bewust wat sterker hebben geprobeerd te maken door al die grenzen weg te halen, door het terrein ook wat groter te maken. Ja, nou kijk, wat... In 1993 was het publiek heel recalcitrant. Dat was de nadagen van de punk, gitaarbandjes, afzetten tegen autoriteit, de boel slopen, vechten met onze security, vuilnisbakken in de fik steken. Dat was aan de orde van de dag. Ja. En zo langzamerhand is die sfeer veranderd in van, hey, waarom zouden we nou ons eigen festival naar de kloten helpen? Ja. En ik vind dat je daar dan dat je dat moet belonen. Hè? Dus dan moet je niet 150 kilo vlees als security neerzetten, maar dan moet je servicemedewerkers neerzetten. Ja, dus je geeft echt andere soorten instructies aan de mensen. Ja, en dan kan je ook een vuurschaal op het terrein hebben. Dat kon vroeger echt niet. Nee, dat werd echt een bende. Ja, dat ging een heleboel in de fik. Ja. Hè? Dus
Het publiek is gewoon liever geworden. Je ziet gewoon dat het publiek het ziet als, dit is onze stad, dit is ons weekend. Laten we het gewoon mooi en gezellig met elkaar maken. En, ja. En daar moeten wij als organisatie in vooruit lopen of meegaan. Ja, die Bravo die is ietsjes groter, begrijp ik. Niet veel in elk geval. Met name de vrijdag puilt hij dan uit in die nacht. Hebben jullie wel eens gedacht van we moeten gewoon dat danceprogramma waar zoveel mensen voor komen, waar mensen allemaal in hun blokkenschema aanvinken, moeten we in de Alpha doen, waar het alle ruimte daarvoor is? Nou, dat was vroeger wel zo, hè? Ja. Wat je ziet is dat als een tent dan toch nog weer groter wordt, dat het dan weer zo intimiderend groot is dat de sfeer er niet in komt. Nee. He, mensen vinden het volgens mij ook lekker om gewoon lekker zo tegen elkaar aan zo te hangen. Ja. Lekker warm. ik denk het niet. Het is ook nooit goed hebben wat dat betreft. Kijk maar ja, je kunt niet met z'n allen in de Bravo, je kunt niet met z'n allen. Dus het is ook een beetje, het concept is natuurlijk gewoon zo dat ja, we hebben die tenten nodig voor overdag in deze mate. En die kunnen we dan 's nachts gebruiken voor dance dingen. Ja. En dat kan op verschillende plekken. Overal is het dan op een gegeven moment wel vol. En mensen vinden het ook lekker om buiten te zitten. Die Armadillo die was gezellig vol. Daar konden we nog wel wat bij. Ja, dus ik denk dat het wel vrij goed is. Ja. Het was de 25e editie. Dan zou je kunnen denken, we doen een klassieke held als headliner. Pak een beetje een Foo Fighters of voor mijn part Iggy Pop of iets wat nog wat ouder is. Jullie hebben er dit jaar voor gekozen om 3 headliners te doen die alle 3 gedebuteerd zijn in deze eeuw. Was dat een bewuste keuze of pakte dat gewoon zo uit? Nee, met mensen die me dat verteld. Ja, oké. Okay. Dus, het is wel zo. Niet over nagedacht. Nee. Nee. Nou, er wordt vaak gezegd, er zijn te weinig nieuwe headliners. Het groeit niet meer aan. Ik vind dat altijd onzin. Ik denk dat, kijk, zeker voor een festival als het onze, waarin de echt hele grote headliners gewoon eigenlijk niet oppassen. Kijk, dat soort festivals klaagt over dat er geen nieuwe headliners zijn. Ja. En maar wij kunnen hier denk ik nieuwe headliners maken of een podium bieden. En actors als J.D. eigenlijk een soort subtop zijn. Die kun je groot presenteren. Ja, dus ik vind het eigenlijk een beetje een non-discussie van festivals die ook die ene headliner nodig hebben om van uit die te verkopen. Mologen. Ja, en verder niks. Ja. Niks durven of kunnen, of omdat dat ene fucking grote podium er staat waar 80.000 man een kaartje voor moeten kopen. Ja, wat moet je dan? Inderdaad, ja, dat is misschien, die tijd is misschien een beetje voorbij in de tijden van Spotify en alle gatekeepers van de goede smaak zeg maar een beetje aan het verdwijnen zijn. Ja, nou op naar de volgende 25 jaar maar. Zeker. Klaar voor? Ik hoop dat ik het mee mag maken. Heel goed. Dankjewel. Tot volgend jaar. Ja, oké, dankjewel.